gaat het met je? Ja, ik heb wel door kunnen spelen, maar na afloop voelde ik al gelijk dat het helemaal stijf en dik werd. Dus ja, er zit wel schade, maar ik moet even kijken hoe het deze week gaat. En dan moet ik kijken of ik zondag kan spelen of niet. Maar ja, dat is nog maar afwachten. We zagen je liggen op het veld en je ging toen enorm door het lint. Ja, ik was heel erg geschrokken omdat ik echt pang in mijn knie voelde. En ik, ja, ik had dan Jordi gesproken en die zei eigenlijk hetzelfde als wat ik voelde en hoorde. En dus ik dacht gelijk aan iets heel ernstigs. Maar ja, ik heb toch door kunnen spelen. Dus misschien denkt iedereen van, nou, die heeft zich aanlopen stellen. Maar het was meer schrik, denk ik. Hoe kijk jij terug op afgelopen week? In de aanloop na de derby? Supporters weer bij de training? Hoe ervaar je dat? Ja, leuk. Ik bedoel, het is altijd mooi als je ziet dat er zoveel beleving is rond een wedstrijd. En dat is dan jammer dat we dat niet hebben kunnen omzetten in een goede wedstrijd en een overwinning. En, ja. Maar goed, het geeft altijd wel iets speciaals, moet ik zeggen. Werden jullie overdonderd? Nou ja, nee. In principe wisten we wel wat er zou komen. Alleen we hadden er geen grip op en we waren niet bij macht om het om te draaien tijdens de wedstrijd. En de tweede helft heb je het beter op de rit. Alleen dan heb je de wedstrijd in principe al weggegeven. Dus ja, zonde. De tweede seizoen zelf ben je echt enorm in vorm. Hoe verklaar je dat? Ja, combinatie van geluk en fitheid, denk ik. En ja, de rest van het elftal doet het ook gewoon goed. En ja, dat heeft zo zijn werking ook op mij, denk ik. En ja, ik weet, ja, ik kan het eigenlijk niet zo heel goed verklaren waarom het nu in één keer beter gaat als anders. Maar we zien je dingen doen, hakjes, panna's geven, alles. Nou ja, je bent misschien wat vrijer in je hoofd. En ja, ik heb me wel gewoon voorgenomen om minder bezig te houden met randzaken. En dat lukt je één keer beter dan de andere keer. En de wedstrijd dat het lukt, ja, dan ben je gewoon vrij in je hoofd. En dan doe je gewoon waar je goed in bent. En ja, dan komen dat soort dingen er wel eens uit. Speelt de trainer Dwight Lodewegers daar ook een rol in? Ja, nee, zeker. Dwight die geeft je de vrije hand in die zin in balbezit. En, ja, er zijn duidelijke afspraken over hoe het vrijlopen werkt en hoe je iemand vrij speelt in een wedstrijd. En, maar goed, dan gaat het altijd nog maar om wat je ermee doet. En dat was de laatste paar weken gewoon heel goed. En wat dan vooral heel mooi is om te zien, als een actie mislukt, dan zien we echt pure frustratie. Ja. Maar als het lukt, dan zien we ook een enorme glimlach. Ja, tuurlijk. Dat gaat hand in hand, denk ik. Ik bedoel, je wilt altijd dat het goed gaat. En als het dan een keer mislukt, ja, dan kan je zelf voor je kop slaan dat het mislukt. En, maar goed, dat houdt je ook scherp, denk ik. En, ja, als het lukt, ja, dan ben je daar content mee. Dat lijkt me duidelijk. Ja, je hebt enorm veel plezier in het veld. Volgens mij heb je ook een uitstekende klik met Sam Larsson bijvoorbeeld. Ja, nou, Sam en ik. Met sommige spelers heb je gewoon net iets meer contact op voetbalgebied ook. En ik zit ook naast hem in de kleedkamer. En het is gewoon een fijne gozer. En ja, soms heb je daar een klik mee dat je elkaar niet hoeft aan te kijken of dat soort dingen. En dan loopt het min of meer vanzelf. En dat heb ik wel een beetje met Sam, ja. Dus dat hij er niet bij is voorlopig, dat is wel een enorm verlies. Ja, zonde. Want ja, hij boezemt ook veel angst in bij de tegenstander, weet je. En die gaan zich daarop inspelen en houdt toch twee of drie man soms bezig. En daardoor komt er meer ruimte voor de rest van het elftal. Dus in die zin is het wel, wel zonde dat hij er nu een paar weken uit is. Twee seizoenen geleden verklaarde je in een interview van misschien de komende jaren wil ik wel afbouwen. Centraal achterin gaan staan. Ja. Het is even anders gelopen. Ja, nou ja, het is maar net welke spelers er zijn en waar je nodig bent. En, kun je overal spelen? Ja, ik denk het wel. Alleen, ja, waar haal je het meeste rendement eruit? Dat is altijd de vraag. En, kijk, zolang als ik nog wel dynamiek heb en inhoud, dan zou ik wel graag op middenveld spelen. Omdat je daar, ik denk dat ik daar het hoogste rendement haal. En, als je wat minder kan lopen, dan kan je misschien achterin gaan staan. Maar toen had je het verwacht, dat je misschien wel minder kon lopen, minder rendement zou hebben. Wat gaat zo beter? Ja, nou ja, dat is... Ik kan het ook niet echt verklaren. Maar goed, wat niet is, kan nog komen, weet je. Dus ja,
Ik hou alle opties wel open. Ja, het gaat zelfs zover dat de supporters zingen Joey, Joey of Messi, Messi, Joey komt eraan. ja, leuk. Ja, toch bijzonder. Ja, zeker bijzonder. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik kan er wel om lachen. Ja, en je kan er om lachen, maar tegen die wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld speelde je, dacht ik, ook uitstekend. En toen zat ook de bondscoach op de tribune, Guus Hiddink. Ja. Lach je daar ook om? Of ja, ja, droom je daar stiekem van? Die was er vast en zeker niet van mij, maar ja, daar droom je van. Ja, tuurlijk zou dat fantastisch zijn als je dat kan halen, maar goed, je moet realistisch zijn en je moet gewoon je wedstrijden goed blijven spelen. En wat er dan allemaal mogelijk is, ja, dat weet niemand. Is het mogelijk in jouw gedachten ooit? Ja, je blijft er wel van dromen. Of het echt mogelijk is, ja, dat kan ik zo niet zeggen. Ik denk het eigenlijk niet, maar goed. Ja. Ik zeg je, je moet blijven dromen, want anders dan, is het ook zonde om zomaar voor niks te voetballen. Je moet wel een doel hebben waar je naartoe wil. Nou, als ik één interland ooit in mijn leven kan spelen, dan zou dat fantastisch zijn. Of gewoon überhaupt één keer erbij zitten. Dat is wel een droom voor mij die er is, ja, maar ja, of het echt zou gebeuren, dat weet niemand.